Vandaag maken we kennis met het watersportdorp Oudega. Het dorp is gelegen aan de Oudegaarster Brekken en langs dit meer loopt een heel fraai fietspad. En wanneer u daar gebruik van maakt, dan komt u ook de grootste spinnekopmolen van ons land tegen. De Ankertjerke in het dorp is gebouwd in 1755, evenals de preekstoel. Het orgel is gebouwd door L. van Dam en Zonen en dateert uit 1874. Verder zien we in de kerk bijzonder fraaie gebrandschilderde ramen. In 1962 werden het doophek en de banken uit de kerk verwijderd en vervangen, terwijl in het jaar 2000 de kerk de naam Ankertjerke kreeg. We hopen in de komende drie kwartier dat u weer geniet van de beelden van dit dorp, van de kerk en uiteraard ook van het orgelspel van onze vaste organist Gerk Venema.